Sanne Verstegen, 800 meter, RBK Games. Eerst maar even het mooie heugelijke nieuws. Een persoonlijk record van? Bijna 2 seconden. Dus ja, dat is natuurlijk geweldig. Als je in zo'n veld mag starten en die kans krijgt, dan moet je die kans gewoon grijpen. Ik denk dat ik dat wel gedaan heb. Wat is je nieuwe toptijd? 2:02:17 dacht ik te zien. Je loopt in een mooi deelnemersveld. Ja, anders natuurlijk ook met Yvonne Hak. Nou mag jij het een beetje doen. Ja, je moet ontzettend tevreden zijn. Komt natuurlijk ook van jouw geweldige snelheid 400 meter, nu 800. Ja, inderdaad. Ja, je weet dat je met 400 meter eigenlijk de eindsprint moet hebben. Maar als je dan daar ergens in 1:28 doorkomt, dan gaat toch die verzuring er wel in slaan. En dan ben ik blij dat ik het toch nog zo lang heb weten vol te houden. Gaat het zo blijven dat jij zegt van nou, die 800, dat is wel een beetje mijn... Mijn habitat, zoals ze dat zo mooi zeggen, daar voel ik me wel in thuis. Ja, ik denk het wel. Kijk, als je er gewoon, ik heb dit keer, deze winter, 1 winter lang op 800 meter getraind. En in mijn tweede wedstrijd loop ik alweer 2 seconden van mijn PR af. Nou, dan mag ik denk ik wel zeggen dat dit gewoon mijn onderdeel is geworden. Dus ja, hier gaan we voor. Het is ook geen onlogische stap natuurlijk, hè? Robert Lathouwers hebben we het ook zien doen. Ja, inderdaad. Ja, die deed nog een stukje beter door gelijk de limiet te lopen. Hij zat voor mij nog ver weg, maar... Ja, 2 seconden van mijn PR af, daar ben ik er zeker tevreden mee. Ja, dat is een reuze stap. Ja, inderdaad. Dus dat gaat alleen maar door zo. En nu verder, wat zijn de plannetjes nog? Ja, eigenlijk was alles gericht op hier te lopen. En vanaf nu gaan we verder kijken. Ik weet het nog niet, we zien het wel wat er op afkomt. Heb je nog zoiets van een EK-limiet in je hoofd of zeg je nou, weet ik niet? Ja, nou ja, het is nu nog 1,5 seconde eraf. Ja, impossible is nothing, dus wie weet. Hele goede afsluiter. Dat denk ik ook, ja. Dankjewel, Sanne.